Hey YouTube, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met het tweede bier van Vroom Bier. Vroom Bierbrouwerij uit Appingedam. Een hobbybrouwer, thuisbrouwer. Die flink aan de weg aan het timmeren is. Die wil graag echt gewoon hier zijn werk van eigenlijk van maken. Hij wil graag groter brouwen en is er flink mee bezig. Als je nu naar zijn Instagram pagina gaat, dan kun je ook zien dat de IPA die ik al gereviewd had, intussen tijd een officiële naam heeft gekregen. En een officieel etiket. Onderin de omschrijvingbox, onderaan de video, zie je dus een link naar Vroom Bier's Instagram page. Check dat even, like hem, volg hem. En dan kun je dus meer vinden over de bieren en over die IPA. Nou, dit is de triple. De triple is volgens Edwin nog een recept in ontwikkeling. En daarom heb ik hem ook even hier voor review. Ik ga hem dus ook niet raten, ik ga hem geen rating geven. Het is een recept in ontwikkeling. Het bier is 6,8%, waarvan hij zelf al zei dat het had wat hoger moeten zijn. Er zijn nog wat recepten, niet zozeer mankementjes, maar dingetjes die aangepast moeten worden om ervoor te zorgen dat de suikers, hoe zijn die nou, de suikers volledig uitgekookt werden? Even in mijn hoofd, hartstikke dom. Waar het neerkwam is, het recept moest nog wel aangepast worden. De bedoeling is dat hij uiteindelijk op 7,5% eindigt. Wat inderdaad voor sommige mensen misschien een triple wat aan de lage kant lijkt. Maar er zijn genoeg triples van 7,5%. Meestal zie je ze rond de 8,5 en 9. Soms ook wel eens zelfs wat hoger richting de 10. 7,5% zou voor een final score qua alcoholpercentage helemaal niet slecht zijn. Nou, qua etiket is er heel weinig te laten zien. Het is een triple, 6,8%. De hopsoorten die gebruikt zijn, zijn Cascade, Zaas en Centennial. Dus ja, ik verwacht wat mooie bittere tonen ook wel. Maar ook mooi fruitige tonen, voornamelijk richting de citrus. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ja, zoals ik al zei, Vroombier uit Appingedam. Het is gewoon echt, ik vond de IPA echt gewoon lekker. Daar was helemaal niks mis mee. Ik zou hem zeker eens gaan proberen als je hem ergens kan vinden. Je merkt dat Edwin een passie heeft, niet alleen voor bier, maar ook voor Appingedam, voor waar het wegkomt. De bieren die moeten allemaal gecentreerd worden rondom Appingedam. Qua namen, qua historie, dat soort dingen. Dat is echt heel belangrijk voor hem. Dat vind ik gewoon hartstikke gaaf, dat soort passie. Nou, zoals je kunt zien, het bier heeft echt een spierwit schuimkraag. Heel licht hazy, heel licht troebel. Er zit zeker nog wel wat onderin, waar ik straks bij uit ga schenken om te zien wat hij dan doet. Koolzuur is on point. Gaat echt een mooie tekeer. Dat hou ik wel van in een triple. Mag wel wat koolzuur hebben. Wat zullen we doen? Mooi lichtgele, een heel lichtgroen tintje daar bijna, volgens mij. Mooi kleurtje. Ja. Voor een triple. Het ziet eruit als een triple zou moeten doen. Licht hazy. Mooie witte schuimkraag. Goed koolzuur. Niks op aan te werken. Ik stel voor de weers eens even naar de neus gaan. Edwin, dankjewel jongen. Ja, nou, ja. Typeren met trippelneus. Je krijgt echt dat moutzoete komt mooi naar voren. Fruitige tonen, bloemig. Zoet. Wauw. Ja, inderdaad zoet. Lichte honingtint. Komt inderdaad wat mooie citrustonen naar voren. Echt erg fruitig. Erg fruitig. Super fruitige trippel. Ja, inderdaad veel sinaasappel. Heel licht honing. Mooi moutzoet. Suikerzoet. Het ruikt gewoon echt naar trippel. Als je mij dit blind had gegeven, dan was het een trippel geweest. Zeker weten. We gaan hem eens even proeven. Ik ben heel erg benieuwd. Proost! Erg zoet. Het bier is echt erg zoet. Ik ben niet de grootste fan van hele zoete trippels, maar een trippel moet wel een zoetje hebben. Er zit inderdaad wat bitter in de finish van de hops, maar lichtgranig. Ik kan me eigenlijk niet meer heugen welke graansoorten gebruikt zijn. Ik weet niet of het nou alleen gerstemout was of nog andere. Dat zou ik eigenlijk nog even kunnen navragen en dan even onderin de omschrijvingbox nog bijzetten.
Het bier heeft een mooi mondgevoel. Een beetje een... In de finish komt een lichte droge wrangigheid naar voren. Die hem iets naar beneden haalt wat mij betreft. Niet naar beneden, dat is een groot woord. Maar het is net een beetje te... Je krijgt inderdaad wat citrus bitter. Komt mooi naar voren. Inderdaad ook wel weer door de cascade. Dat cascade heeft voor mij heel vaak echt een sinaasappelassociatie. Die krijg ik ook zeker weten. Verder is de smaak heel mooi moutig. Beetje broodachtig. Mag ook bij een triple. Ik mis een Het heeft een beetje van die esters wel van gist, maar het mag iets meer wat mij betreft. Ik vind echt een gist mag spreken in een triple. Dat zou die misschien nog een tikje meer mogen hebben. Maar voor de rest gewoon een hele fijne aangename triple om te drinken. Ik denk inderdaad als het proces ietsje aangepast is, als er een beetje met het recept gespeeld wordt, als het zoete mag voor mij een tikje naar beneden. En dan zou het gist zou ietsje... Nou ja, weet je wat ik nou zeg over de gist? Er zit ontzettend veel nog onder in de fles. En we gaan gewoon heel voorzichtig. Want ik wil echt niet alles erbij in hebben. Want dat zou hem wel eens heel gistig kunnen maken. Nou, je ziet wel meteen, het bier is al een stuk troebeler geworden. Misschien dat ik voor mezelf straks het laatste restje er nog mee in schenk, maar dat zien we dan. Het bier is echt een stuk troebeler geworden. Ja, de gist spreekt nu al een stuk meer, om het zo maar te zeggen. Die bloemige tonen, dat fruitige, dat is een stuk intenser. Voornamelijk het bloemige. En de smaak is die meteen een stuk meer in balans. En dan dat droge wrangige is er nog een klein beetje, maar wel een stuk minder. Dat maakt het dan meteen een stuk interessanter. Ik ga echt, nou misschien wil ik voor mezelf straks even uit interesse het laatste nog even of apart uitschenken van de BN doen. Hij is echt een stuk troebeler zoals je nu ziet. Maar even trouwens, kijk eens. Je ziet nog steeds een mooi schuimkraagje. Dat is een teken van in mijn ogen, ja natuurlijk een goed schoon glas. Al is mijn proper glass, of mijn dirty glassware. Dirty glass mafia. Hashtag dirty glass mafia. Is wel een beetje on point. Komt misschien een beetje wat kalk hier in het water. Maar er zit nog steeds een heel mooi, nou, een paar millimeter schuimkraagje bovenop. Die ook echt het hele bier nog steeds goed bedekt. Dat is een teken van goed gebrouwen bier. Tenzij het bier een heel hoog alcoholpercentage heeft. Maar dat wil je ook hebben. Je wilt dat het schuimkraagje bovenop blijft. Zodat de zuurstof niet bij het bier zelf kan komen. Het is een soort van beschermlaagje, behoudt de smaak, minder oxidatie. Dus dat is echt al een goed teken. Ja, al met al gewoon een hartstikke leuke triple, waar inderdaad nog een paar puntjes. Moet nog een beetje aan schaaf worden, daar niet om, maar zeker gewoon een hele leuke triple. En ben ook heel benieuwd naar het eindproduct. Echt, gewoon een hartstikke lekker bier. Het is even mooi in elkaar geknutseld, als je het mij vraagt. Ik ben heel benieuwd naar wat er nog meer in petto heeft. Ik weet dat het niet zo van dingen als stouts en dergelijke is. Het zou leuk zijn als er misschien nog een mooie quadruple komt. En ik ben benieuwd wat hij gewoon nog meer aan bieren op de markt gaat brengen. Ik hoop wel, en dat is echt iets dat ik bij veel beginnende brouwerijen gewoon heel belangrijk vind. Ga niet meteen continu nieuwe bieren bedenken en brouwen. En wat hij nu doet, 2 recepten, on point. Volgens mij had hij ook nog een Weizen waar hij mee bezig was. 3 recepten, zorg dat ze on point zijn. Maak een naam voor jezelf en zorg dat je bieren voor zichzelf spreken. Dat ze altijd consequent van goede kwaliteit zijn. In plaats van dat je continu van die one-off brouwt. En continu nieuwe bieren op de markt moet brengen. En eigenlijk altijd met nieuwe recepturen bezig bent. Zorg ervoor dat je meer hebt dan alleen... hoe moet je dat zeggen? Die brouwerij die continu nieuwe bieren op de markt brengen. En eigenlijk nooit consequent hetzelfde bier... goed maken. Het was hartstikke leuk om te zeggen, dit is onze interpretatie van deze stijl en we vinden hem te gaaf en we brouwen hem 1 keer en daarna komt hij nooit weer. Ja, hoe weet ik dan of je hem echt goed kan brouwen? Hij mag wel heel erg lekker zijn, maar als jij 5 keer achter elkaar
consequent dezelfde batches kan maken van een bepaald biersoort. En dan noem ik een topbrouwer. Dus ik ben heel benieuwd of Redwin dat gaat doen. Nou, op mijn manier om dat te merken. Hou zijn Instagram pagina goed in de gaten. Want zodra het een beetje brolletjes is. Zeker straks met de triple die hopelijk goed on point is in de Whites. Gaat hij festivalen af in het noorden. En misschien wel wat verder in het land. Maar voornamelijk hier in het noorden. Dus kun je echt een nieuwe bierfestival. Ook andere festivalen waar gewoon food trucks en dat soort spul. Dus hou dat in de gaten. En ja, ik ga er zeker een paar keer over proeven. Ik ben heel erg benieuwd naar die Whites. Die volgens mij een ontwikkeling was. Nou, we gaan het merken. Dat was het voor deze review. Edwin, hartstikke bedankt voor je mooie bieren. Deze ga ik nog even verder lekker van genieten. Ja, zoals gezegd, doe even geen rating. Like de video. Als je het erg leuk vond, abonneer op mijn kanaal. Onder in de omschrijvingbox vind je dus, zoals ik zei, links naar Edwin's Instagram, mijn Instagram, mijn Untappd en mijn Facebookpagina. Daar vind je bieren die ik niet review, maar wel het een en ander over te zeggen heb. En ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!